De leeuwen van Echteld moeten terug. Ferme taal van Martin Hommersom en Ton Keuken van het CDA Neder-Betuwe. Hoe zit het precies? Echteld is de leeuwen verloren. Een aantal jaren geleden waren ze in één keer weg. Ik kom iedere dag langs deze plaats en stonden van die mooie grote leeuwen. Die horen bij Echteld. Sterker nog, ze zaten in het gemeentewapen van Echteld en in het gemeentewapen van Neder-Betuwe. En ze zijn verdwenen. Ze zijn naar de eigenaar gegaan, Marie Waard in Beest. En daar staan ze nu. Wij willen de leeuwen terug. We gaan dat vragen aan de eigenaar, familie Verschuur, met een brief. En we willen ook Stichting Vrienden van Gelderse Kastelen vragen de leeuwen terug te laten komen. En als klap op de vuurpijl vinden we het ook belangrijk dat de gemeente steun aan verleent. Dus willen we via gemeenteraadslid Keuken vragen of hij zijn invloed wil uitoefenen om ook de gemeente achter dit plan te krijgen. We pakken de leeuwen bij de manen. En we brengen ze terug naar Echteld waar ze horen.